Op een of andere manier is dit veroorzaakt door de manier waarop de afgelopen kabinetten tegen onze overheid aankijken. En dat heeft deels te maken met dat, met dat wantrouwen. Hè? Ja, we hebben wel mooie regelingen, maar die, die burgers dat zijn. Die rekenen allemaal naar zichzelf toe. Dat zijn oplichters. Het zijn oplichters. Het verlossen. Kunt u mij horen? Had een nieuw computerscherm en toetsenbord. En curved weer? Nee, maar dit is degene die. Dit, dit noem ik nu nieuw, dat ding heb ik nu twee jaar. Okay. En, en op dat toetsenbord zat, zat iets met 1, 2, 3, 4. En. Nou ja, ik wist, had geen idee wat dat betekende, maar kennelijk heb ik er verkeerd op gedrukt. Alleen op 1 neemt hij dus die. Hoe heet het op? Uh, Gebruikt die, hij uh, die, die laptop voor mij? Maar ik had kennelijk per ongeluk gedrukt op vier of zo, zonder dat ook maar in de gaten te hebben. Ja, hij deed het niet meer. Wist ik, ik had geen idee wat het was. Dus ik heb moeten bellen naar de deskundige in de familie. Die zei: Ja, nee, je moet je daar linksboven, daar zitten een paar cijfers, en dan moet je gewoon op één drukken. En dan, maar als je zoiets niet weet, ja, je komt toch niet op het idee dat je alle knop op, op je toetsenbord gaat nee. indrukken. Dat doe je niet. Dat kun je enorm irriteren. En ik raak sowieso meteen in paniek. Dus ja. Nou ja, het is wel zo dat je, dus ook nog wat ik wel eens meegemaakt, dat je via het ene scherm het andere scherm weer aanzet. Oh, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, met enige regelmaat loopt als het ware het signaal van de laptop weg. En dan moet je die laptop weer even open doen en doen, weer dicht. En daarna doet hij het weer. Hoe doet je accu het nog van je laptop? Of heb je hem constant aan de stroom hangen? Constant. Daar heb ik ook naar geïnformeerd. Kan dat wel? Ja. Waarschijnlijk is het toch zo dat de laptop uh, wel even stroom verliest. En dan weer automatisch uh, weer, weer stroom gaat opnemen. Nou ja, ik heb hem nu uh, drie jaar geloof ik. Het zou moeten lukken. Ik heb zo'n hele oude Apple-laptop uh, uh, en die hangt ook constant aan de stroom. Maar als je dus denkt, oh, ik ga even op de bank zitten zonder de stroomkabel, valt die na drie minuten uit. Dus die accu die is volgens mij helemaal, oh. helemaal stuk. Ja, dat kan heel goed natuurlijk. Ja, misschien is dat bij mij ook wel over een paar jaar zo, maar daar lig ik niet wakker van, moet nee. ik zeggen. Ik heb wel eens een keer iemand gehad die dat ding dan eventueel wilde kopen. En dan zegt hij, hoe vaak is de accu opgeladen? Ik had geen idee. Ook niet waar je dat kunt ja, vinden. Permanent dus. Permanent, maar toen zei hij: Nou, laat maar maar even kijken. En toen drukte hij het op een paar knopjes. En dan zei hij: Zo. 1380 keer. Veel te veel. Die hoef ik niet. Nee, dan heeft hij waarschijnlijk gelijk. En dus dan ja. moet hij of een nieuwe batterij erin zetten. Hè, of hij neemt hem niet. Of, maar ik geloof bij alle Apple-spullen is het zo. Dat het heel lastig is om onderdelen te vervangen. Ja. ja ze hebben nu die nieuwe Apple-chip. Die zit in mijn laptop. Ik heb toen ik al die verhalen had gelezen over die M1-chip. ...heb ik een nieuwe laptop gekocht en daar ben ik heel tevreden mee. Hmm. Ik hoorde trouwens laatst nog een verhaal van iemand die zei... Ja, ...jullie hebben het steeds over Apple en over allemaal dat andere spul... ...maar je moet de Fairphone, die moet je aanschaffen. Ja, de Fairphone, ja dat is... Uh, ...ja, ik moet dan voor mijn dochter spreken... ...die heeft ook een Fairphone aanvankelijk aangeschaft... ...met de beste bedoelingen natuurlijk. Maar daar heeft ze een hoop gekloopt mee gehad... En, ...en ook het idee dat alles makkelijk vervangbaar zou zijn... ...bleek ook allemaal niet zo gemeld zo te zijn... Wat is de Fairphone eigenlijk? Want ik snapte het niet het helemaal het verhaal. Een verfoon is volgens mij een telefoon die makkelijk, in principe makkelijk repareerbaar zou zijn. Dus als een onderdeel het niet langer doet, dan kun je goed een, een nieuw onderdeel kopen en dan kun je er zelf in monteren. En ook duurzamer, toch? En, en ik neem aan ook duurzaam. Ja, nog, ik kan alleen maar rapporteren dat ik maar één persoon ken die ooit een verfoon heeft bezit, namelijk mijn dochter. En die was er niet gelukkig mee. Hoe lang is dat geleden? Nou, ik heb weer jaren, want ze hadden jaren een doodgewone iPhone. Hmm. En ze heeft het dus weggedaan omdat ze uh, dus slechte ervaringen daarmee hadden. Ja, als je wil zal ik hem uh, nader naar informeren, maar we kunnen niet claimen dat dit statistisch betrouwbaar materiaal is. Nee. Want het gaat om één persoon. Ja. ja. maar nou las ik toevallig, het is grappig als je natuurlijk dat dan ergens in je, in je persoonlijke leven hebt gehoord, dan lees je mensen ook allemaal berichten daarover. Ja, dat is altijd zo. Ja. Nee? Dus als, 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 je, als jouw vrouw zwanger is of je dochter is zwanger. Dan zie je, dan is de hele wereld gevuld met zwangere vrouwen. En dan is het klaar met de zwangerschap, dan zie je, dan zie je er geen een meer, bij wijze van spreken. Nee. Ja, dat is, daar zie je aan hoe, hoe, hoe gericht onze, onze blik eigenlijk is. Je ziet wat je graag wil zien. Ja. Dus ik las over dat die verf van dat InvestNL volgens mij daar miljoenen in investeert, omdat ze dat fantastisch vinden. Ja, dat dat idee. Is, volgens mij is het ooit wel een soort hype geweest, maar is het dat al lang niet meer. Maar ik heb geen idee. Ik, ik zal het navragen hoe het zit. Mm. Zij was er niet tevreden over. Hoe vond je dat verhaal van de Belastingdiensten van van de week? Je bedoelt, de toeslagafaire. Ja. ja, ik heb het gelezen. Het, het, god, ik val er stil van. Hoe is het gods mogelijk dat dit allemaal gebeurd is? Hoe is het gods mogelijk dat de afwikkeling weer aan precies dezelfde kwalen leidt als het hele probleem zelf? Hoe is het mogelijk dat aan de lopende band van onderuit gewaarschuwd is: dit is niet goed, we moeten dat niet zo doen, dit deugt niet? En dat niemand zich in de ambtelijke top daar een zak van aangetrokken heeft. Dat men gewoon heeft gezegd: je moet doen wat we zeggen. En dat ze vervolgens een mini-enquête geweest waarbij de ambtelijke top gelogen heeft dat het gedrukt staat. Dat, het, het, het is in Nederland, vind ik, verbijsterend. Ik begrijp ook heel. Totaal niet dat Rutte er niet over gestruikeld is vorig jaar dat is de zoveelste keer dat ik dat moet zeggen. Het, 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 is het iets wat, wat wereldschokkend is, nou, misschien ook niet maar al die kinderen die uit huis zijn geplaatst, die, die zijn dat, is, dat. Dit gaat jaren en jaren duren. Het is een, een, een tragisch toneel van totale incompetentie en moedwillig veroorzaakte ellende. Mm. Dat is het gekke van de zaak. Mm. Die ambtenaren, die topambtenaren, hebben geweten wat ze deden. Ze zijn gewaarschuwd, ze hebben het toch gedaan. Ze zijn ook niet door het kabinet, zijn ze ook niet gecorrigeerd. Dat kabinet is hier volledig 100% medeschuldig. En ook onze minister-president, de vrolijke Lachbek. Laat eens maar die mensen op bezoek gaan. Dit is opzettelijk veroorzaakt. Dit hele probleem is opzettelijk veroorzaakt. Niet waar, vanwege die paniek over die, die, over die toeslagen. Nogmaals, ze zijn in alle stadia van dit proces zijn ze gewaarschuwd. Mm -hmm. En ze hebben het toch gedaan. En de afhandeling gaat ook niet goed nu? Nee, helemaal niet. Nou, wat ik al zei, die leidt aan precies dezelfde kwalen, bureaucratische kwalen, als het hele probleem zelf. Nou, het is, eh, nogmaals, het, het is eigenlijk een, een dodelijke stilte. Het is... Het is onbegrijpelijk. Het is echt onbegrijpelijk. Wat vind je daarvan? Die... Is er wel iets in de Nederlandse ambtelijke wereld wat wel goed werkt? Hè? Ja, dat vraag je, je Echt aan het drama met de rechterlijke macht? Kijk, ik zag dit hier. We hebben Nederland veel te ingewikkeld gemaakt, zegt de, de, de Arno Visser, die bij de rekenkamer directeur was. Ja, die gaat nu weg. Ja, <laughs> ja inderdaad. Dus nu kan hij iets zeggen. Hè? Maar is, het, is dit uh, op te lossen? Want, uh, je vraagt... Natuurlijk is dit op te lossen. Als de wilde maar is, dan kan het opgelost worden. Mm. He, het is ook heel triest dat het maar voortstukkelt. Ja. He, dat zo'n zo kabinet eigenlijk ook kennelijk de urgentie er niet van inziet. He, het kabinet zou zich sowieso primair moeten richten op de godvergeten ellende die de afgelopen kabinetten Rutte veroorzaakt hebben. Gebeurt dat? Nee. Je kan toch ook niet zeggen dat je diep onder de indruk bent van de slagkracht van dit kabinet. Dan neem dat eindeloze, zinloze gelul over dat uitstel van het stikstofprobleem. Hè? Ook, ook allemaal, allemaal, ja, uitstel. Hebben we het vorige keer niet geconstateerd. Waar de Nederlandse overheid het aller allerbeste in is, dat is het uitstellen van urgente problemen. Onder leiding van Rutte, onze vrolijke minister-president. Nee, het is, het, het, is, het is moedeloos stemmend. Want hetzelfde geldt natuurlijk voor Groningen... Hetzelfde geldt voor een reeks van problemen. Het is allemaal even traag, stroperig, incompetent. Altijd bezig met de boel uit te stellen. Je zult zien dat het hele stikstofgedoe wordt weer eindeloos uitgesteld. Nou ja, nu heeft de Europese Unie gezegd dat het dus afgelopen moet zijn. Ook met de ruime mogelijkheden die tijdelijk voor Nederland gecreëerd waren. Maar of dat ook effect gaat sorteren. Ik heb geen idee. Hmm. Ik heb geen idee. En dit zit dieper. Op een of andere manier is dit veroorzaakt door de manier waarop de afgelopen kabinetten tegen onze overheid aankijken. En dat heeft deels te maken met dat, met dat wantrouwen. Hè? Ja, we hebben wel mooie regelingen, maar die, die burgers, dat zijn, die rekenen allemaal naar zichzelf toe. Dat zijn oplichters. Het zijn oplichters. Nee, dat blijkt in de praktijk enorm mee te vallen, die oplichterij. Sterker nog, ze hebben zelf allemaal regelingen veroorzaakt, georganiseerd, die het heel makkelijk maken om de boel op te lichten. Dat zijn al die leuke kleine minibedrijfjes die je kunnen helpen bij, bij hoe heet het, bij, bij allerlei subsidieregelingen waar je gebruik van wil maken. Maar het blijkt dat de oplichterij wel meevalt? Nou, dat was in de tijd bij die toeslagenaffaire toen dat startte. Daar hebben we het al over gehad dat de ombudsman Brenninkmeijer zei: Ja, ik heb het onderzocht. Zeker, er is wel enige fraude, maar die is niet groter dan normaal. En jullie zijn niet goed snik geworden. Nou zei hij dat niet in deze bewoordingen, maar hij zei dat, het, dat, het hele, dat die, die hele boel die de, de, de ministeries daaromheen georganiseerd hadden, dat dat nergens voor nodig was. Hmm. Nou, daar is, nou, is vanaf het lagere niveau gewaarschuwd. Dat is die tragische mevrouw. Die tenslotte overgeplaatst is. Die zei: We kunnen dit helemaal niet maken. Eh, en wat gebeurt er? Ze wisten het. Dat is de drama die ze allemaal niet geweten hadden. En ja. Nee, die hele ambtelijke top. die wist dit. En minister-president wist het ook. Die heeft er ook geen poot naar uitgestoken. Ja, achteraf zeggen dat die er. Niet zo direct bij betrokken was. En nou ja, altijd de bekende praatjes van Rutte. Wat doet hij in godsnaam? Ik begrijp ook wel dat hij eeuwig kan blijven zitten. Want hij doet niks van enig belang. Bij wijze van spreken. Ja, in Europa rondreizen en een geleerd gezicht trekken. En met Macron coördineren. Ja, dat is. Ja, ja voor een lullig tafeltje eigenlijk. Maar goed. Vind je het wel goed dat mensen nu bij de Belastingdienst intern zeggen. Van hé, hey, wij zien dit en wij trekken aan de bel. Want dit kan niet. Ja, natuurlijk. Niet dat, oh, het zal, niet, hè? niet dat het zal helpen, overigens hoor. Maak je geen zorgen, het helpt niks. Er is eindeloos aan de Bel getrokken. Sinds deze affaire begonnen is, is er aan de Bel getrokken. Heeft het iets geholpen? Niets. Zijn die mensen die de slachtoffer zijn geworden van al deze poppenkasten, die geholpen niets? Het is, tra het is een drama. Mm, nou, het verschil is wel en onze dat... regering zit daar rustig en doet niks en stelt weer. Het volgende probleem wat er <laughs> nog een drama gaat worden. Zijn ze weer bezig om uit te stellen? Ja. Dus wel zo dat ze nu aan de bel trekken. Kijk, die afhandeling is toch niet zo heel lang bezig? Nee, maar goed, wat was wordt, 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 wordt ook weer, het zou tot 2030 duren of zoiets dergelijks. Ja. ja. Ik stel voor dat we het laten duren tot 2050. Hè? Ja, dan is iedereen dood die erbij betrokken is. Is dat niet handig? Het is nog steeds minister, president en de rest is dood. Dat pand zit hier in Utrecht, hè, waar ze die hele afhandelingen ja, organiseren. Dat begrijp ik, ja, dat ja, begreep ja, ik. In zo'n toeren zitten ze. Ik wil wel dat Utrecht dat ook niet helpen kan. Hè? Nee, nee, dat is waar. Maar het, uh, uh, die mensen zeggen ook van... Uh, er wordt nog steeds argwanend Nou, zelfs die mensen... die dus nu geholpen Zonder, moeten worden. Zonder meer, ja. Want ja, nou goed, dat blijkt ook weer geïnfiltreerde oplichters. Ja. Maar goed, het ze hebben... Het gaat erom dat de overheid zelf voortdurend enorme problemen veroorzaakt... die de overheid niet oplost. Dat is toch een heel rare toestand. De overheid is er om bestaande problemen, fricties in de samenleving, althans te proberen op te lossen. Hmm. We hebben een overheid die al jaren bezig is om problemen te creëren. De rechterlijke macht. Hmm. Is daar tegen gewaarschuwd uitgebreid? Ik heb er allerlei stukken over in de krant gelezen: rare reorganisaties, enorme bezuinigingen natuurlijk de bekende godvergeten digitalisering... die nooit werkt bij de overheid. En kijk wat het opgeleverd heeft. Wat was het? De Amsterdamse rechtbank deed zaken af in een kwartiertje. Nou, het is... Te... En ook dat er, voor zover ik dat kan zien... zeker ook bij de VVD, die uiteindelijk toch de leidende partij is geweest... in dit, in dit langlopende drama. Geen spoor van schaamte of bewustzijn van dat er misschien... Qua, qua opstelling iets verkeerd zit, nee. Dat is net wat je zegt, het is een permanent georganiseerd wantrouwen. Wat volgens mij dus samenhangt ideologisch met die, ja, waar met die flitsende kleine overheid die alles gedigitaliseerd en spotgoedkoop zou gaan aanpakken. Met als gevolg dat we nu met, met kasten vol met problemen zitten. Ja, je hoeft in het regeringsgebouw maar een kast open te trekken en dan... Stort daar dus een gigantische hoeveelheid problemen uit die, we, die ze zelf georganiseerd hebben. Dat is het. En een overheid zou oplossend moeten zijn. Niet, niet probleem veroorzakend. Maar als ik het dus goed begrijp, zijn alle problemen zijn terug te voeren op die kleine overheid? Nou, dat denk ik niet dat alle problemen daarop terug te voeren zijn. De toeslagaffaire volgens mij is terug te voeren op een typisch soort van eh, ook mediapaniek. Eh, met die Bulgarenfraude. Dan is iedereen vreselijk van geschrokken. Dan krijgen we dikke stukken in de, in de populistische pers... en opwinding in de tent en dat mag nooit meer gebeuren nou ja, enzovoort. We hadden toch ook die Poolse uh, werk, me, me, hoe heet het, uh, arbeiders... die een werkloosheidsuitkering kregen. Nou, wat een opwinding. Schandelijk, dat bleek heel normaal te zijn. Die horen ze ook te krijgen. Dus daar zit, daar zit vaak het frictiepunt. Hè? En dan tuigen ja, ze dus zo'n heel systeem op om iets te gaan bestrijden wat feitelijk helemaal niet zo groot is, maar wat laten we zeggen psychisch symbolisch groot is, namelijk dat Bulgaren, dat, dat die de boel oplichten. Bulgaren, wat, wat hebben we hier te maken? Die hadden er nooit bij moeten komen. Die kloot. Nou ja, dit werk. Want is natuurlijk niks is zo fijn als dat buitenlanders in feite de, de schuldigen zijn. Ja. En als zodanig kunnen worden aangewezen. Maar ik probeer een beetje met je te, te achterhalen: van waar, zit nou, waar, waar komt dit nou allemaal door? Heeft dat te maken met, met burgers die zich niet goed gedragen? Is dat te veel wantrouwen richting de burgers? Is de overheid te klein? Worden de, de verkeerde prioriteiten gesteld? Ik denk dat je dat. Nou goed, we krijgen een aantal grote enquêtes. Laten we hopen dat dat iets meer helderheid geeft. Welke enquêtes komen daar? Nou ja, over Groningen. Over de COVID. En volgens mij nog een grote enquête over de toeslagenaffaire. Omdat we eerst een kleine enquête toch hadden over de toeslagenaffaire. We zijn er nog allemaal niet mee begonnen met die enquêtes. Nee, waarschijnlijk wordt dat ook uitgesteld. Ja, dat denk ik. Tot Rutte is afgetreden. Ja, dat is ja. goed. 2050, als we dat nou als streefdatum nemen. We moeten eerst even kijken of iedereen dood is tegen die tijd. Ja, we hebben nog 27 jaar te gaan per slotverrekening. Moet lukken, hè? Dat moet lukken. Misschien kunnen we de dood ook digitaliseren op een of andere manier. En nee, ik denk dat het toch te maken heeft met, met veranderingen in de bureaucratische structuur. Ja. Gestuurd, denk ik, door het idee van de burger mocht het allemaal zelf weten en zelf organiseren. Maar hij moest wel gecontroleerd worden. En bij diverse gelegenheden bleek eigenlijk dat onze overheidsinstellingen geen bal deden aan die controle. Dus dat er was inderdaad her en der. Ook bij diverse uitvoerende instanties waren dingen niet in orde. En misschien hadden we gewoon iets minder moeten bezuinigen. En iets minder over moeten laten aan de, aan de burger. En eigenlijk niet, niet, niks hebben, hadden we moeten veranderen. Misschien is hmm. dat het. Maar wordt er dan nu zoveel bezuinigd op dit moment? Nee. Ik heb begrepen dat over de jaren heen ook onder Rutte de overheid fors gegroeid is. Sterker nog, door deze zaken, die, daar moet vaak een heel apparaat voor opgetuigd ja. worden om, het, om, het, om de zaken af te handelen. Ja, Oké, okay, dat is een aparte organisatie. Uh, de de, de, de rechtelijke macht heeft 150 miljoen structureel bijgekregen. Ja. Het is dus voortdurend wordt het paard achter de wagen gespannen. En na enige tijd wordt geconstateerd uh, dat het paard achter de wagen staat en dat er weinig vorderingen worden gemaakt. En dan moeten er twee nieuwe paarden komen om de kaart te gaan trekken... ...want het oude paard is ondertussen overleden. Maar dan hebben we toch niet echt een kleine overheid nu? Nee, Nederland had traditioneel... ...ik, ik weet niet hoe het vergelijkende wijs zit... ...ik voel het nog steeds dat wij, bijvoorbeeld vergelijken met België... ...minder ambtelijk minder personeel hebben, maar dat weet ik helemaal niet zeker... ...maar wij hadden traditioneel, bij mijn weten... ...een relatief kleine en efficiënte overheid... Daaraan zijn ze gaan reorganiseren vanaf de, natuurlijk de late jaren 90 tot op de dag van vandaag. Voor zover ik dat kan aangaan, hebben al die reorganisaties, die hebben dysfunctionele effecten gehad. Dus ja, want als het eenmaal dysfunctioneel is geworden, blijkt het veel meer geld te kosten. Denk aan de persoonsgebonden budget. Je zou eens na moeten lopen wat zowel de Raad van State als de Rekenkamer. Aan bezwaren heeft gemaakt tegen voorgenomen beleid. En wat zie je dan? De regering heeft zich er vrijwel nooit iets van aangetrokken. Het persoonsgebonden budget, een extreem fraudegevoelige regeling, daar is uitgebreid tegen gewaarschuwd. Heeft men zich daar iets van aangetrokken? Niets. Niets hebben ze zich ervan aangetrokken. Dus wat, echt... je, wat dacht je van die, van die malle maatregel dat die immigranten hun familie niet meer over mochten laten komen? ...uitgebreid tegen gewaarschuwd... ...op ambtelijk niveau, in de krant... ...je kunt zo gek niet verzinnen... Eh? ...en toch hebben ze het gedaan... ...en tenslotte gaan ze met de billen bloot... ...en blijkt de tijd ja. onuitvoerbaar te zijn. Maar dan, zou, dan zeg je dus... Ze moeten dit is beter... ook een klassiek voorbeeld van dit type van beleid... ...je ja. doet dus iets wat niet mag... ...wat iedereen weet... En, en nee, wij doen het lekker toch. Ja. He? Maar dan zeg je, dus je moet, ze moeten beter luisteren naar instanties met verstand van zaken. Ja, ze heen. hebben dus heel Adviseer. behoorlijke adviserende instanties, maar daar wordt niet naar geluisterd. Okay, de ombudsman, idem dito. Hmm. Er is een ombudsman die, voor zover ik weet, ook deze nieuwe, misschien uh, is geleidelijk aan ik, ook wel beter geworden. Brennek was een top ombudsman. Ja, daar werd in de Kamer dan om gelachen. Het is heel droevig. Het is ontzettend droevig. Je mag natuurlijk advies Dat we deze puinhoop hebben georganiseerd. Niet voor ons twee. We zitten fijn te raaskallen in een autotje. Maar het zal... Die mensen wiens kinderen uit huis geplaatst zijn. Of die nog steeds allerlei rare aanslagen krijgen. Of geld wat zij... Nou, het is, het, het is treurig. Ja, dan mag je natuurlijk als kabinet een advies naast je neerleggen. Dat recht hebben ze natuurlijk. Natuurlijk hebben ze dat. Zij zijn het kabinet... Dus laten we nog maar een stap verder doen. En dan zou de Tweede Kamer moeten zeggen: of je voert het uit. Want die weet ook wat die adviezen zijn. Of je doet wat geadviseerd wordt. Of we nemen een motie van wantrouwen aan, dan kun je opdonderen. Nee. De Tweede Kamer, laten we het zo duidelijk mogelijk zeggen: is volledig verantwoordelijk voor al deze ellende. Dat is per rekening de controlerende instantie die we met z'n allen gekozen hebben. De Tweede Kamer is grondig tekortgeschoten in zijn taak. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt, ja dat advies dat snappen we en misschien halen we aspecten eruit uh, en die voeren we wel door. Nee, bij mij weten zijn regelmatig belangrijke adviezen gedegeerd en dan wordt er natuurlijk achteraf gezegd, nou ja, de Raad van State zei zo of zo, of de Rekenkamer heeft al gezegd dat is niet handig. Nee, daar trekken ze zich niks van aan. Het is een drama. Dus daar zit ook een deel van het probleem. Die, die adviezen vooraf, dat er wel gewaarschuwd is... maar dat er dus niet uh, naar geluisterd is. Ja, maar dat is allemaal niet waar. Dat, dat is allemaal deel van hetzelfde probleem. Namelijk een ongelooflijk eigenwijze politieke top... die allerlei vage, lollige ideetjes in het hoofd heeft... die gerealiseerd moeten worden. En bij het hele realisatietraject... van al deze ongelooflijk lollige ideetjes... dichter bij de burger, goedkoper, sneller... U wordt op uw wenken bediend. Zodat geen enkele overheidsinstantie nog een telefoonnummer heeft. Hè. Ik heb laatst weer voor iets gebeld. En van ja, de, de, wat zei ze ook alweer de. De, de, de box is vol. Uh. Ja, is u, goed, mo goed. u moet maar een ander momentje bellen. God vergeet wat een overheid zeg. Het is toch diep diep treurig. Ik kon niet je nummer achterlaten of iets intoetsen dat, het, dat je teruggebeld zou worden. Nee, dit ging over het aanmelden van mijn zonnepanelen. Oh, moet je er ook voor bellen? Nee, ik had eerst een formulier. Dat bleek oninvulbaar te zijn. Dat was ik vulde keurig in de cijfers die ik daarvoor had gekregen van de installateur. En toen zei hij steeds. De formulier zei steeds van. Dit veld is verplicht. Oh, online was het? Ja, het is ja. online. Dit veld is verplicht. Nou, ik doe het nog een keer, nog een keer. Nee, ik denk, nou ja, dan laat ik eens bellen. Hè? Nou ja, er zijn geen telefoonnummers. Tot ik uiteindelijk een heel algemeen nummer heb gebeld. Hè. Dat heet: uh, hoe heet het? Wie is onze energieleverancier? Dat ben ik nou even vergeten, stedin. Uh, stedin. Uh, ja, stedin kan de telefoon niet beantwoorden. Ja. Is het je niet opgevallen dat overal de telefoonnummers zijn opgeruimd? En ja, daar ja, heeft maar. de overheid geen zin in. Hè? Kijk dat die, dat die lullige burgers. die moeten gewoon een kop dicht houden. en dan maar kijken wat er gebeurt. Ja. Ook dat besef is bij de overheid deels verdwenen. Namelijk dat wij er niet zijn voor hen. ontzettende snelle digitale, ongelooflijke, dicht bij de burgers staande overheid. Nee, zij zijn er voor ons. Terug met die telefoonnummers. Dan zet je er maar wat meer mensen achter de telefoon. Dan nou kan een chat wel handig werken als het echt goed is ingericht en je krijgt snel antwoord. Er zijn bedrijven die dat goed voor elkaar hebben, maar bij de overheid heb ik dat ook nog nooit meegemaakt hoor. Ja. Nou, mijn uh, installateur we, die antwoordde wel op de chat. Dan nou ben ik helemaal geen chatter moet ik erbij zeggen, waarom niet telefoon? Wat is daar mis aan, eerlijk gezegd? Ik denk dat dat te veel tijd kost. Ja, te veel geld. Hè? Dat kost te veel tijd en dat kost te veel ja. geld. Wat heeft u aan de lijn? En je gaat om we hebben uiteindelijk te veel... dus, na dit enorme traject van ongelofelijke hervormingen. die Nederland geschikt moesten maken. voor de 21ste eeuw. zitten we volledig met de gebakken peren. Diverse processen zijn volkomen vastgelopen. In feite is de overheid geen haar kleiner geworden. De overheid is alleen maar minder efficiënt en minder humaan geworden. Dat is alles wat we eraan over hebben gehouden. Dank u wel meneer Rutte. Dank voor ook die, al die coalitiekabinetten die hier ook mede verantwoordelijk voor zijn. Maar is dit niet een beetje inherent aan hoe wij ons politieke systeem hebben ingericht? Nou dat weet ik niet. Het interessante zou natuurlijk zijn, kijk eens hoe het in andere Europese landen gelopen is, hebben. Nou, Jij noemde Italië die de, met dat ministerie wat was ingegaan. Ja, voor... kijk, Italië is een hopeloos geval. Dus eigenlijk na de Romeinse tijd is Italië een hopeloos geval geworden. En dat zal het voorlopig ook wel blijven, denk ik. Maar wij hadden een algemeen bekendstaande, redelijk efficiënte en redelijk beperkt in zijn omvang zijnde overheid. Maar waar denk jij dan aan terug? Wat heb jij dan nu in je gedachten? Welke overheid deed dat dan beter? Dat er? ik me niet kan herinneren dat we dit soort van aanhoudende drama's hadden in de uitvoering. Het gaat altijd over de uitvoering. Klopt, maar welk jaar, welk jaar heb jij nu in, in je gedachten? Nou ja, wanneer begint deze godvergeten ellende? Ergens in de jaren nee, 80, 90 als denk ik. Als Paars aan de macht komt. Ik denk dat, dat, dat ja, misschien moet er eens een historisch team opgezet worden. Maar ik geef toe, het is interessant om het comparatief aan te pakken. Kijk, ja, je weet van de Amerikaanse overheid, dat is ook geen hoogtepunt van efficiëntie. Want je daarover leest, dan reizen de haren in de bergen. Maar, kijk eens naar Duitsland. Als je de Duitse en de Nederlandse politie vergelijkt, dan zijn er wel vrij opmerkelijke verschillen. Zoals? Nou, dat de Duitsers met name veel meer criminaliteit oplossen, omdat die politie anders georganiseerd is. Wat is daar dan anders dan hier? Dat er wordt meer aan rechercheren gedaan en minder nutteloos rondgereden in autootjes door de stad. <laughs> ja, Dat is in Amerika allemaal uitgezocht, dat, dat die, hoe heet het, die, die auto's waar ze dan in zitten, ja, die rijden hier met 50 km per uur door de Jan Verschorenstraat. Wat heb je daaraan? Waar gaan ze naartoe dan? Als ik het zeg, wij zijn twee criminelen. Wij zijn bezig om casing de joints hier. Eh? <laughs> Ja, zien ze dat? Nee, natuurlijk Natuurlijk zien ze dat niet. Dus nogmaals, is volgens mij een overtuigend onderzoek dat dat rondgerij in autootjes niet zo oplevert. En blauw op straat. Je hebt niks aan blauw op straat. Ook zelfs als, als een agent door de straat zou fietsen, wat heb je eraan? Dan gaat de crimineel even op een bankje zitten en een sigaretje roken. Alle criminelen roken als gekken, zoals je weet. Nee, dat is... Uh... Nee, nogmaals, ik ken nou dit, toevallig dit, dit voorbeeld. Omdat ik daar nooit nou een boekje over heb gelezen. Maar je moet inderdaad, je zou eens moeten kijken. Waarom hebben wij de minste IC-bedden van, van heel Europa? Met als gevolg dat we bij de COVID moesten sturen op IC-bedden en, en, en eigenlijk voortdurend in de paniek waren. Maar. Je kunt zeggen Duitsland Duitsland te veel IC-bedden Maar je herinnert je toch ook het wonderlijke en licht pijnlijke feit dat we mensen naar Duitse IC-bedden moesten verplaatsen? Hoe komt dat? Ook die, weer diezelfde mani om dingen zo, zo. Wie is dat allemaal veroorzaakt? Schippers. Die is ook weer terug in de Arena. Fijn. Ja. Dat is een keuze die gemaakt is hier in Nederland. Ja, Jazeker, laten we eerlijk zijn. Gesteund, want dan zijn we weer terug op ons punt. Gesteund door de Tweede Kamer allemaal. Moest dan maar goedkoper en efficiënter. Hè? Mm -hmm. Misschien is altijd goedkoper en efficiënter niet zo'n geweldig idee. Zou dat niet mogelijk zijn? Mm -hmm. Misschien moet er aan dingen ook een soort flexibele rand zitten. Zodat je niet bij de minste of geringste afwijking van het standaardpatroon in, onmiddellijk in de problemen raakt. Hmm. maar wat is nou eigenlijk de oplossing om, om hier in ieder geval, kijk het, het meteen oplossen dat is geen, geen doen, maar hoe kunnen we een stapje zetten om in ieder geval iets te nou, veranderen ik, ik stel voor uitstel <laughs> ja. laten we eerst eens gewoon een commissie benoemen en dan stellen we het uit eerst moet die, wordt die commissie uitgesteld en als die er is stellen we dat ook weer uit en dan, dan neem ik toch 2050 als streefdatum dat is mijn voorstel gewoon de andere kant op kijken. Namelijk, een van de grootste talenten van de Nederlandse politiek is de andere kant op kijken. Want ik denk stikstofprobleem. Dat het stikstofprobleem, we hebben het er vaak over gehad. Is het nieuw? Nee, bestaat al decennia. Hmm. Is er ooit iets significants aangedaan? Nee. nee. En nu zitten we met de gebakken peren. Stel... Dat we een hele anti-stikstofpartij in de Eerste Kamer krijgen. Maar als je nou hypothetisch gezien de P van de A aan de macht zou zetten, ik denk niet dat die dit meteen kunnen oplossen. Absoluut niet. Bovendien zijn tegenwoordig een dwergpartijtje. Laten we eens kijken ja. of die samenwerking in de Eerste Kamer van GroenLinks en PvdA, of dat een beetje gaat werken. En mag ik de SP ook oproepen om hou eens op met, met zo'n dorpspartij te zijn, maar sluit je aan bij het samenwerkingsverband. Maar dus andere politieke samenstelling, dat werkt niet. Dus je zult Nee, andere Ik denk dat je uit. dus, wat zou je moeten doen? Ik denk dat je al deze zaken zonder elkaar moet zetten. Laat er maar eens een, een, een team van verstandige mensen naar kijken. Liefst geen organisatiedeskundigen, dat zijn lijnen waar ik geen enkel vertrouwen in heb. En ook geen parlementaire dus enquête. Vooral, vooral mensen met gezond verstand. En dan zou je eens moeten kijken naar het buitenland, waar ze mogelijkerwijs ten aanzien van sommige van die problemen een verstandiger beleid voeren. Uh, soms voeren we zelf toevalligerwijs ook verstandig beleid. Denk nu aan de Oekraïners. Die blijken voor een belangrijk gedeelte uh, gewoon betaald aan het werk te zijn. Waarom kan dat niet met andere immigranten in Nederland? Dat is raadselachtig. Hè. Dan kom je terug op die arme meneer die, geloof ik, uh, gezakt was voor zijn integratie-examen. omdat hij niet precies wist hoe de zwangerschap in Nederland verliep. Uh, herinner ik mij vader uit de krant. Uh, en dan uh, zou je moeten kijken: als, als het elders beter kan, zou het dan niet nuttig zijn dat we dat doen? En hou op met die manie dat het altijd goedkoper moet worden. Want de, de goedkoopheidsmani heeft geleid tot een wonderlijk feit. Namelijk dat het duurder geworden is. Hmm. En privatiseren van bepaalde onderdelen? Doe dat vooral niet. Eh, alle, alles wat onze hele bevolking betreft. De gezondheidszorg, het openbaar vervoer. En nog een paar van die dingen. Wat heeft nou de privatisering van het openbaar vervoer. Voor, voor Positieve effecten opgeleverd voor de modale reiziger. Geen kloot. 0,0. Nou, zal die COVID heeft ook veel schade aangericht op het spoor, begrijp ik. Maar ik heb nooit begrepen waarom we in alle extremiteiten. niet waar een apart vervoerbedrijfje moeten hebben. Maar ik kan me niet herinneren hoe het was zeg maar, toen het nog onderdeel was van de overheid. Wat, wat, wat zie jij dan als belangrijkste verschil? Als belangrijkste verschil. Ik heb geen idee, dat moet je dus bekijken. Ik kan me alleen zorgen maken over het feit dat we nu een kleine kwart eeuw bezig zijn. Met alternatief modern beleid, namelijk goedkoper, sneller, dichter bij de burger. Ook die kletskoek van dichter bij de burger. Het hele WMO-gedoe. Dichter bij de burger. Bij wij eens gaan kijken hier in stadhuisen, stadhuis in Utrecht. Dichter bij de burger. Dat ding is groter dan de Pentagon. <laughs> en ja, dan moet je natuurlijk als je nieuw paspoort. Ja, hebben. precies, zegt dat wel. En dan maak je een keurige afspraak. Om kwart over één kun je je nieuwe paspoort gaan halen. En god beter het, om kwart over twee zit je er nog. Eh, ook dat hebben ze niet op orde. Dat is dan een gemeentelijke dienst. En je ziet wel al die mensen, want je zit daar te wachten. Je ziet al die mensen gezellig rondlopen in die ruimte daarachter. En voor zover ik kon zien, hele leuke conversaties en zo houden. Maar, maar nee. Nooit een afspraak met de overheid gehad. Ja, ja, ja. Dat is heel gek. De medische stand heeft op dit punt zijn gedrag grondig verbeterd. In het UMC, waar ik een met enige regelmaat mee te maken heb... als je een afspraak hebt om kwart over tien... verdomd, dat daar gaat. verschijnt de deskundige om kwart over tien. Klopt, daar ben ik met je eens. Ze zijn heel nou, ik heb daar heel vroeger, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden... wel andere ervaringen mee gehad. Ja. Ik ben hier wel eens naar het Antonius geweest in de tijd... En ik ben, ik ben weggegaan. Ik ben bij de huisarts ook wel eens weggegaan. Ja, afspraak is afspraak. Hmm. Ik zei nog tegen de assistenten: Zijn jullie ooit op het idee gekomen dat de mensen waar jullie een afspraak mee hebben, misschien ook andere afspraken hebben? Die hebben niet de hele dag uitgetrokken om naar de huisarts te gaan. Nou ja, dat is daarna ook volledig in orde gekomen. Kan ik moet je wel zeggen, zeggen: je moet wel op tijd gaan. Want je moet je. Maar goed, jij bent er vaker, dus je hebt er meer ervaring mee. Je moet je aanmelden bij zo'n paal. Dat, dat het ziekenhuis ook weet wie je bent en dat alle verzekeringen... Ik meld me is... nooit aan bij een paal. Oh, ik moest dat doen. Zei... Ik kwam dan naar een loketje en dan zeg ik... Mijn naam is Van Rossum, ik heb een afspraak om kwart over twee. Oh, ik ging ik naar de... niet van paal en af. Ik ging naar de poli voor die verstandskies en toen ja? zei: nee, 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 u moet eerst terug naar het begin. Ga je je ga eerst maar aanmelden bij de oh. paal? Ja, maar ik ga niet naar de poli, dat is het. Ik ga gericht naar de afdeling hart- en vader. Ja, dit was ook de afdeling, de afdeling kaakchirurgie. Oh. En dan zeggen ze, nee, eerst terug. U bent wel op tijd, maar ga maar dat terug. Jij, jij onthult voor mij het bestaan van een paal waar ik, waar ik, niet, waar ik me niet van bewust was. Ja, dan moet je, net dat ze je verzekeringsgegevens hebben, maar misschien is dat bij jou al geautomatiseerd. Ik ze... mag het hopen. Ik moet zeggen, dat bij elke afspraak die ik met ziekenhuis maak, krijg je van tevoren zo'n zo mail... Dat je op een bepaalde webpagina die je met een code kunt benaderen, kun je, mo moet je van alles gaan invullen. En dan denk ik altijd van alles gaan invullen. Hè. Stel voor dat ik dat elke keer deed, dan zou ik ondertussen alles 27 keer hebben ingevuld. Dus ik vul niks in. En ik hoorde nooit wat over, dus ik neem aan dat het in orde is. Nou, dat is wel opmerkelijk, want dat is wel belangrijke informatie die ze moeten hebben. Tenminste, dat werd mij toen verteld, ja. Die hebben, die hebben al, mijn, al mijn belangrijke informatie heb ik nog. De enige kwestie is dat. enige interessante vraag is: ben ik levend nog leven, of ben ik dood? Ben ik dood, kan ik niet meer komen. Zolang ik kan, zo levend ben dat ik zelf kan komen. kan ik me ook aan het loketje aanmelden. Ja, maar op, de, op het spoor gaat het op zich toch ook wel goed. met de NS en ProRail? Nou, de laatste tijd begreep ik dat het helemaal niet goed ging. Zo ook met, met dorp, personeelsgebrek. Ja, kort maar daar heeft iedere ja. sector last van. Ja, maar toch vooral sectoren waar in het verleden belazerd betaald is. Of dat nu onderwijzers zijn. Of politieagenten. Of, ja, stel voor, je bent in opleiding voor politieagent. Zou jij zin hebben om in Den Haag of in Amsterdam te gaan werken? Nee toch? Als ik in Utrecht woon. dan zou, ja, dan zou je ook zeggen, weet je wat? Koelvoorde, dat lijkt me wel wat. Hè? Ja, een hele, hele criminele stad. Maar wel overzichtelijk gelukkig. Dus ja, nogmaals, maak er studie van. Het, zou, het, het moet nu toch zo zijn dat er brede ongerustheid bestaat over de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse overheid. Mm. Dat moet toch? Ja. Als iemand kan aantonen dat het in België nog een stuk behoeder is, dat zou mij niet verbazen, omdat België op dat punt natuurlijk een reputatie te verliezen heeft. Maar het zou best kunnen zijn dat de Duitse overheid, met name ook op het niveau van de lender. Sommige dingen efficiënter aanpakt dan wij. Ik denk nu even aan recherchewerk door de politie. Het enige waar ik ooit iets over gelezen heb. Hmm. Sowieso denk ik dat comparatief onderzoek altijd enorm nuttig ja. is. Ik zou wel willen Doen pleiten... ze in andere landen iets beter dan wij? Daar kunnen we wellicht iets ja. van opsteken. Ja. Ik zou niet een consultancymaatschappij dit onderzoek laten nee, doen. Nee, dat moet je Zo niet. Zo'n deloitte toestanden krijgen nee, dat wel. want zelfs... dan weet je dus dat dat rapport dat kost 17 miljoen euro. <laughs> ja, ik moet net en dat levert dus dat de conclusie is van. Uh, we moeten hier nog eens serieus naar kijken. Hè? <laughs> ja. Mariana Mazzucato, die komt binnenkort met een boek over uh, de schade van de consultancymaatschappij. De Big Con. Volgens mij komt het in maart uit. Dus die heeft daar. Uh, zijn is professor aan University College in Londen, volgens mij, onder andere. En uh, die heeft daar een heel goed boek over geschreven. Nou ja, vaak hebben die maatschappijen natuurlijk ook verwoestende invloed. Er bestaat nog een boek. Uh, when McKinsey comes to town, dat betekent dat dus dat de bedrijven dichtgaan en dat er, dat er niets zo overblijft van dat brave stadje waar McKinsey came to town. Veel van die bedrijven worden natuurlijk misbruikt om allerlei akelige ontslagprocedures en sluitingen te organiseren waar het bedrijf zelf geen zin in heeft. En er zit in de directie ook niet. Klopt, dat is dan bij een bedrijf. Want zij doen dat dan en dan zijn ze na een tijdje weer weg. Ja. Ja, maar bij de overheid is het wel anders hè, als ze daar komen. Het is anders dan dat je in het bedrijfsleven consultancy werkt. Ik, bedoel, ik heb geen idee. Maar goed, het moet toch langzamerhand zorgwekkend zijn, nietwaar, dat, dat eindeloze drama van, van mislukkingen wat, wij, wat de overheid achter zich aansleept. Ja. En mislukkingen, dat is eigenlijk op zichzelf helemaal niet erg. Hè. Maar het is erg dat die mislukkingen hele onaangename, inhumane effecten hebben. Dat is erg. Maar het systeem is gewoon, klopt niet. Daar zit Nee, de... nou goed, dan, dan, wat is er dan te doen? Dan moet iemand dus een systeemanalyse maken. En wat het klopt, het is niet één ministerie wat schuldig is. Maar blijkbaar, welk ministerie ook maar een taak geeft en in no-time... Eh, ...hoor je de verschrikkelijkste dingen erover. Dat het niet werkt en dat het gaat. Nou, en nu dus ja. weer die afwerking van die... Het is toch ook ja. erg dat je hoort bij die belastingdienst... ...dat mensen daar die, dat, die dat dus moeten uitvoeren... ...dat die weggaan door de werkdruk. Omdat ja, ze heel begrijpelijk dus. Ja, met het gevolg dat de problemen nog groter worden vanzelfsprekend. Dat is wel tragisch. Ja. En wat doet de overheid er eigenlijk aan... ...om feeling met de burger te hebben... Hoe weten ze wat in jouw leven speelt? Want ze zeggen wel altijd: ja, we moeten weten wat nou, er mij, in mijn leven speelt. En zijn ze haar fijn van op de hoogte? Doordat ik elke, elke week hier een eindeloze radel, riedel hou. over wat zich in mijn leven voor, voordoet. He, bijvoorbeeld het op, opbellen van de steden. Dankjewel, u manje fik Magnifiek, wat een bedrijf. Ik heb toch ook nog eens voorgesteld dat, dat de directie van alle bedrijven. Met iets verdraaide stem elke week even naar hun eigen bedrijf moeten bellen. Om eens te kijken of er überhaupt de telefoon werd opgenomen. Ja, dat heb je gezegd, ja. Ja. Ik nou, kan je verzekeren dat ze dat niet doen. Hè? En, en, en ook dat als je bij de spoorwegen werkt. dat je zelf ook met de spoorwegen reist en niet per auto. Nou, Koolmees doet dat volgens mij je, wel. Oh, nou, prima. Ik kan je zo vertellen dat. wat je, hoe je ook. Eh, in de file zit met de auto. Je gaat het al twee keer zo snel als met het openbaar vervoer. Maar ze een van de plekken die met openbaar vervoer überhaupt nauwelijks te bereiken zijn. Hmm. Nou ja, ik was gisteren moest ik toevallig in Amsterdam zijn. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga weer eens met het openbaar vervoer sinds lange tijd. En het is ook wel, nou goed, als je niet in de spits reist, is het best wel relaxed. He, je kunt lekker zitten, een beetje naar buiten kijken. Als de treinen rijden, dan... Uh, met de tram te... bedoel je? Nee, maar eerst met de bus naar het station. En dan uh, op spoor 7 naar Amstel, waar ik moest zijn. Ik ga ja, daarvan nog mee, want de Amstel is meestal niet zoveel te doen. Alleen in de, echt in de spits staan, staan daar mensen. Maar voor de rest kun je daar een kanon afschieten zonder dat er iets gebeurt. Ja, maar ik moet zei, je bent wel langer onderweg, dat klopt. Want je moet natuurlijk je bent op die twee keer zo lang, Je bent altijd twee keer zo lang onderweg. Ja. En dan moet je nog geluk hebben. Maar tegelijkertijd, je hoeft niet zelf te rijden, je kunt lekker zitten. Ik rij ook niet zelf natuurlijk. Dat nee, is, dat is waar, jij rijdt niet zelf. Nee. Maar je moet natuurlijk als je zelf rijdt, moet je wel opletten. Bij het hele idee dat ik naar parkeerruimte moet zoeken in West-Nederland, word ik al zo nerveus dat ik denk, daar gaan we niet aan beginnen. Hè? Nee. Want die is er dus niet. Nee. Ik ga nooit naar Amsterdam. Als ik naar Amsterdam ga, ga ik per taxi. Of laat maar rijden in ieder geval. Mm. Ik kijk wel uit. Ik Kijk wel uit om drie kwartier te gaan zoeken naar een plekje. Hè? <laughs> ik weet nog dat ik. Op een of andere gracht, ook bezig zoekend naar een parkeerplek, stond er voor mij pontificaal midden op de weg een politieauto. Ik denk, nou ja, met, met twee vrouwelijke agenten erin moet ik je bij dit geval aantekenen. Ik denk, die gaat zo wel weg en dan, dan kan, ik, kan ik doorrijden. Maar hij ging helemaal niet weg. Ze stonden dan met mensen te praten en zo. En tenslotte ben ik uitgestapt en zei, beseft u wel dat, dat u de voortgang van het verkeer hindert? Hè? Ik weet niet wat ze zei, maar ze waren diep verontwaardigd van waar ik me mee bemoeide. Eh, dat was noodzakelijk. Eh, wij gaan zo rijden. Nou ja, zo. Ja, maar, idioot werkelijk. Nou ja. je hebt staan wachten. Ja, wat had ik moeten doen? Een botsing veroorzaken of zo? was nou ja, Omkeren. En, uh... en dan die, die plek die je dan vond, die was altijd aan zo'n grachtje, weet je wel. Ja. Uh, waar geen hekje was tussen de parkeerplek en het grachtje. Waardoor nou, ik altijd dacht, zijn, zijn mijn banden hangen die al over de rand. En <laughs> ja, dat zijn niet de fijnste plekken, ja. En dan heb je ook nog in Amsterdam uh, uh, eenrichtingsverkeer. Sommige straten mag je niet in. Dus als je verkeerd verkeert. Nee, krijgt... maar dat is in Utrecht ook. En eerst hebben ze een heel systeem met eenrichtingsverkeer. En dan tegen de tijd dat iedereen weet hoe het werkt. Wordt het veranderd. <laughs> ja. Plotseling wordt alles veranderd. Het gaat allemaal, allemaal precies de andere kant op. He? Dat is net als bij supermarkten. Eindelijk weet je waar het betroffen artikel, uh, artikel waar dat zich bevindt. En dan denk je, ah fijn, ik loop even naar de stroopwafels. En dan staat daar plotseling uh, alcoholvrij bier. De stroopwafels die staan op een hele andere plek. En dan spreek ik altijd iemand aan waarvan ik denk dat is waarschijnlijk... Uh, een, een, een attente vakkenvullen. Maar dat, die zijn heel. Die mensen. dat blijken ook klanten. Die zijn en diep verontwaardigd. dat ze aangesproken zijn als vakkenvullen. Ja. Ze hebben toch zo'n truitje aan. en zo'n naamkaartje? Lang niet altijd. Hm. Is mijn ervaring. Of ik let niet goed op. Dat kan ook wel. En dan hangen bordjes boven de gang. Ja. Hè? En ook onze minister-president. De vrolijke lachenbek. Wat kun je zeggen van een eeuw. Waarvan pas 20% voorbij is. The, the the down. Down. Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Verteld door Maarten van Rossum. Veel mensen zeggen: Nou, dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Je mobiele telefoon ziet er over een paar jaar heel anders uit en dat komt door een nieuwe batterij. Luister naar het gesprek met Leidenjar daarover in de podcast Sea-Level. De link heb ik in de show notes gezet.